Goeiedag, beste mensen. Dank jullie wel voor de uitnodiging voor dit congres. Helaas laat mijn agenda het niet toe om fysiek aanwezig te zijn. Als oud lid van Heren 17 had ik natuurlijk heel graag gedaan. En ook als akkerbouwer. Want ik kan niet genoeg het belang van precisiebemesting en smart farming, slimme manier van boeren, precisieboeren, benadrukken. Wij gebruiken nutriënten, maar ook gewasbeschermingsmiddelen op onze planten om ze beter te laten groeien en niet ziek te laten worden. Als wij nu over precisiebemesting praten, of precisielandbouw, praten we over sectieafsluiting, praten over secties, praten over vierkante meters. Terwijl we in de toekomst toe moeten naar plantniveau. Die planten bespuiten, die planten bemesten die het nodig hebben. Dus precies de goede meststof op het juiste tijdstip, op de juiste plek. En waarom eigenlijk? Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat het allemaal kosten zijn. Die kosten wil je zo laag mogelijk houden. In de tweede plaats omdat je je gewas, je plant, zo goed mogelijk wil laten groeien. Er was dus een Duitser die zei tegen mij, als jij een taart eet, wat doe je dan het liefst? Een hele taart in één keer? Of om de twee dagen een stukje? En wat zou beter zijn voor jou? Nou, de verleiding is groot om die taart in één keer op te eten. Maar om de twee dagen een stukje is veel beter. Zo geldt het voor meststoffen ook. Precies genoeg op het goede moment. En de laatste plaats, en dat wordt steeds belangrijker, wij willen geen emissie meer naar het water, naar de bodem of naar de lucht. We willen schoon en duurzaam produceren. En we willen ook voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Allemaal redenen om vol in te zetten op precisielandbouw en precisiebemesting. Ik wens jullie een heel goed congres. En heel veel succes met de toepassing van de kennis die je vandaag hierop gaat doen. Veel plezier ook!